In navolging van hoofdtrainer Marcel Keizer en assistenten Dennis Bergkamp en Henny Spijkerman vertrekt ook teammanager Jack Smeets bij Ajax. Hij gaat aan de slag als technisch directeur bij de Honk en Softballbond KNBSB. Het is nog niet bekend wie Smeets, 37, die op 1 februari aan zijn nieuwe baan begint, opvolgt. Hij arriveerde vier jaar geleden zelf in Amsterdam als vervanger van teammanager David Ent. De zoon van televisiepresentator Mart Smeets beëindigde in 2010 zijn honkbalcarrière. Waarin hij onder meer 30 keer uitkwam voor het Nederlands team. Hij was actief op de Olympische Spelen van 2008 in Peking en op het WK. Met enorm veel plezier keer ik terug naar mijn sport. Er liggen mooie kansen om het Nederlandse honkbal en softbal naar een nog hoger niveau te tillen. Zegt Smeets vrijdag op de site van de KNBSB. Voordat Smeets in 2013 werd aangetrokken door Ajax was hij al werkzaam voor de Honkens Softballbond. Hij fungeerde toen als marketingmanager en hittingcoach. In de zoektocht naar een opvolger van de ontslagen trainer Keizer lijkt Ajax ter zijn uitgekomen bij FC Utrecht coach Erik ten Hag, de Telegraaf. Ad en 6 melden het nieuws hier de vrijdag. De 47-jarige Ten Hag ligt nog tot medio 2020 vast in de Domstad. Naar verluid heeft hij een gelimiteerde afkoopsom van 700.000 euro in zijn contract staan. Ajax sluit de bewogen eerste seizoenshelft zondag om 14.30 uur af met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Tijdens dat u wel zitten jong Ajax trainer Michael Reiziger en dienstassistent Winston Pogarde op de bank.